Hier is Arnold. En hij lijkt absoluut niet klaar te zijn om nieuwe afleveringen op te nemen. Sta op, sukkel. Slecht weer rechtvaardigt geen vrije dag. Wat, wil je niet gaan werken? Dan stel ik voor dat je in bed werkt. Toen NASA bestudeerde wat het effect van zwaartekrachtloosheid op een mens is, betaalden ze $18.000 aan een vrijwilliger om 70 dagen in een bed te liggen. Denk er maar niet aan om op te staan, Arnie. Ik heb een sluipschutter ingehuurd die je bij de eerste poging zal uitschakelen. Je zult eten, drinken en al het andere doen terwijl je ligt. Tot ziens, vriend. Hey, heb je nog geslapen? Hoe gaat het met je? Ik denk niet zo goed. Het lijkt erop dat je aankomt. Alle energie die komt van het voedsel dat je eet, gaat nergens heen. Maar doorlichtwonden, dat is erg. Door de hoge bloeddruk stopt het bloed met stromen naar de huid. Hou vol, oude man. Goed nieuws, Arnold. Je bent dicht bij het record van Sovjet-wetenschappers. 370 dagen in bed. Je ziet er niet zo knap uit. Elke dag verlies je 5% van je spiermassa. Daar komt nog bij dat je botten ook beschadigd zijn. En door je gebrek aan mobiliteit herstellen je botten niet en gaan ze snel achteruit. En paradoxaal genoeg wordt liggend in slaap vallen onmogelijk. Zonder een verschuiving in activiteit weten de hersenen niet hoe laat het is of wanneer het tijd is om te slapen. Maar dit heeft wel zijn voordelen. Je kunt al je favoriete programma's steeds opnieuw bekijken. Ik laat je hier nu achter. Geniet van de show, Arnold. Oh mijn god, Arnold! Wat heb je jezelf aangedaan? Ik was niet serieus over de sluipschutter. Oeh, Arnold. Zo te zien heeft iemand zich vannacht goed vermaakt. En iets zegt me dat je hersenen waarschijnlijk net zo'n puinhoop zijn als deze kamer. Herinner je echt helemaal niets meer? Arnold, zou het echt zo kunnen zijn? Ben je vannacht eindelijk een echte man geworden? Gefeliciteerd, Arnold. Dit is je eerste alcoholintoxicatie. En dit zijn de eerste onaangename gevolgen van de nieuwe kennismaking. Arnold, wat dacht je van een toast op je nieuwe vriend? Ah, nou ja, ik zie het al. Natuurlijk, als je moet, moet je. Oh, Arnold, wilde je echt een levenslange herinnering van deze gebeurtenis maken? Dan heb je tenminste iets om je vrienden later over te vertellen. Zoals je ziet, zijn de gevolgen van alcoholvergiftiging niet alleen schadelijk voor je gezondheid, maar ook voor je bankrekening. Oh, je was ongeëvenaard in vrijgevigheid gisteravond, Arnold. Jij was de koning van het feest. Waar is je tand? Gaat er een belletje rinkelen? Nee? Arnold, dit wist je niet. Maar te veel drinken leidt tot onnodige agressie. En daar heb jij zeker een prijs voor betaald. Oeh, je hebt een oplossing gevonden. Tijd om een aspirine te nemen. Oh, wacht, nee. Je vergat je EHBO-doos aan te vullen. Maar echt, Arnold, al die problemen zitten alleen maar in je hoofd. Mineraalwater is een wonderbaarlijk iets. Je bent uitgedroogd. Je hoeft alleen maar het ontbrekende water uit je lichaam aan te vullen. Wat is er met de jacuzzi? Ik begrijp het volkomen als je wilt stoppen met drinken na gisteravond. Maar geen water? Je dacht toch niet dat het zo makkelijk zou zijn om van je kater af te komen? Laat iemand Spielberg bellen. We hebben een plot voor een nieuwe Jaws. Wat is er, Arnold? Bel je een ziekenwagen? Ah, je besloot je krachten op te laden met een heerlijke pizza. Maar je vergat één ding. Drankadem. Dit zijn de rottingsproducten van ethanol die in het lichaam verschijnen nadat de lever de verwerking ervan heeft overgenomen. Eén ervan, azijnzuur, heeft een bijzonder onaangename geur. Hey Arnold, weet je zeker dat je nog wilt slapen na het eten? Helaas, slapen kun je vergeten. De hersenfuncties zijn verzwakt na inname van alcohol. Zodra je je ogen sluit, heeft het cerebellum niet meer genoeg gegevens voor oriëntatie in de ruimte. En begint het kapotte gegevens door te geven aan de hersenschors. Wat is er gebeurd? Ben je net ontslagen bij McDonald's? Maak je geen zorgen. Iedereen heeft wel ergens talent voor. Bijvoorbeeld, gehoord van een kerel uit China die in het Guinness Book of Records kwam omdat hij 57 minuten niet met zijn ogen knipperde. Hé, waar ben je geweest?
Arnold! Wat? Je hebt het record gebroken? Hoe? Je hebt je oogleden gelijmd? Oh mijn god, dat is echt gevaarlijk. Knipperen is nodig om je ogen vochtig te houden. Onze lacrimale klieren bevatten anticillamen, lysozymes en elektrolyten. Zonder hen zullen je ogen weerloos worden. Dus ik ben bang dat je je geletterdheid niet lang meer zult kunnen bewonderen. De kleinste deeltjes in de lucht zullen zich op je ogen afzetten en ze krassen. Bovendien, hoe langer je niet knippert, hoe meer je dat wilt. Arnold, er is één geheim. Knipperen heeft een andere functie. Het deelt de informatie die je ontvangt en vernieuwt je aandacht. Dit betekent dat hoe interessanter de dingen zijn die je ziet, hoe minder je wilt knipperen. Probeer jezelf af te leiden met iets kalmerends. Ja, ik denk dat een goede oude zwart-wit film zal volstaan. Er zijn 3 soorten tranen. Reflex, emotioneel en basaal. Omdat je ogen droog zijn, proberen de traanklieren het gebrek aan vocht aan te vullen. Maar de film is ook niet slecht. Oh nee! Wie wist dat er een nucleaire explosie in de film zou zitten? Arnold, hoe voel je je? Fel licht doet je pijn. Je zicht wordt slechter. Dit zijn tekenen van een oogontsteking. Het moet goed behandeld worden. Het gaat zeker niet vanzelf over. Kijk uit met het lezen van de instructies, Arnold. Met +5 is het erg moeilijk om van dichtbij te lezen. Maar met bijziendheid op -5 zul je problemen hebben met het bekijken van objecten in de verte. Dames, stop ermee. Hij heeft niets gezien. Arnold, Arnold, wakker worden. Je bent in elkaar geslagen door de apotheekbeveiliging en je bent al je spullen kwijt. Ik zou niet in zulke vieze omstandigheden blijven. Heb je de kracht niet om te gaan? Griezelige gelijkenis met de symptomen van adenovirale oogontsteking. Dit gebeurt wanneer het netvlies gescheurd is en het virus er doorheen dringt. Arnold, sta op! Je zult abscessen ontwikkelen en netvliesloslating en je kunt voor altijd blind worden. Zie je die halo's? Godzijdank, het lijkt erop dat iemand de ambulance heeft gebeld. Wat is er nu weer mis? Arnold, het zijn geen geesten, het zijn dokters. Stop, je kunt je niet verstoppen in dit maïsveld. Het is immers getekend. Dus, onschuldige zielen redden. Pas op dat je niet in de problemen komt. Phew, het lijkt erop dat je de kogel hebt ontweken. Of toch niet? Ik denk dat je hier een tijdje vast zult zitten. En je zult moeten overleven zonder eten. Stel je voor dat je Angus Barbieri bent. Een man die meer dan een jaar niets heeft gegeten. Tot verbazing van artsen leefde hij een normaal leven. Hij ging maar 1 keer in de 40 dagen naar het toilet. Aan het einde van zijn vaste woog hij 81 kilo. Hij was 125 kilo afgevallen. Na 12 uur vasten word je bleek en zwak. Maar een dik persoon voelt zich beter omdat hij vetweefselreserves heeft. Op dat moment treedt duizeligheid op. En er komt een onaangename geur uit de mond. Oh, Arnold, hier is water. Zie je wel, Arnie? We kijken het leven altijd van de zonnige kant. Vasten kan goed zijn. Gandhi vastte 3 weken uit protest tegen het kastensysteem in India. Christian Bale viel 30 kilo af voor zijn rol in The Machinist. En middeleeuwse monniken vasten om de stem van God te horen. Alsof je het geen dag zou volhouden. In tegenstelling tot iemands geest, accepteert het lichaam op de 4e dag honger als een gegeven. In deze periode wordt een sterk gewichtverlies waargenomen, samen met zwakte. Het lichaam heeft altijd voedsel nodig. Dus als er niet is, moet het vet en spierweefsel gebruiken. Hierbij komen ketonen vrij, die zeer schadelijk zijn voor het lichaam. Er ontstaat hoofdpijn en zwakte. En in het ergste geval is er sprake van braken met maagsap, verwardheid en zelfs de dood. Na 2 weken heb je constant een koud gevoel. Je bewustzijn wordt vaak troebel. En je begrijpt niet wat je doet. Oh, Arnie, hier komt hulp! Dus, je hebt besloten om alleen nog pittig eten te eten? Om te worden zoals je favoriete superheld de Blazing Server? Dan staat je nog heel wat te wachten. Super pikante pepers, mega pikante wasabi chips, KFC wings.
Oh, Arnold, ik wou dat je voorzichtiger was. Capsaïcine is verantwoordelijk voor de pittigheid in alle producten. Het beïnvloedt de smaakreceptoren, waardoor er een branderig gevoel ontstaat. Dit veroorzaakt een adrenalinestoot, verhoogt de hartslag en verhoogt de lichaamstemperatuur. Pittig eten stilt de honger sneller en verhoogt het energieverbruik, wat bijdraagt aan gewichtsverlies. Maar een overmaat aan pittig eten kan gastritis uitlokken. Dat is indigestie. Bij regelmatige consumptie wordt het gevoel van pittigheid dof. Arnie, dit is je kans. Een chili-eetwedstrijd. En de Blazing Surfer zal er zijn. Dus Arnie, je concurrenten zijn een Mexicaan en de duivel zelf. En jij, Arnold, jij gaat de heeste chili ter wereld eten. De Carolina Reaper. Mogen God je genadig zijn. Pittig eten veroorzaakt geen maagziekte. De oorzaak zijn schadelijke bacteriën die het lichaam binnenkomen met rauw voedsel. Als de ziekte niet voortschrijdt, kan het eten van pittig eten zelfs helpen om de verspreiding van bacteriën te voorkomen. Maar onthoud, als pittig eten ongemak veroorzaakt, beperk de consumptie. Blijf lachen, Arnold. Pittige gerechten dragen immers bij aan de afgifte van het gelukshormoon. Nadat je in contact bent gekomen met de peper, mag je onder geen beding in je ogen wrijven. Dan krijg je een brandwond aan je slijmvliezen. En probeer het niet weg te spoelen met water, want dat versterkt het branderige gevoel. Melk kan helpen. Het citroenzuur in melk, citroen of sinaasappel kan capsaïcine van de receptoren wegspoelen en verlichting geven. Kom op, Arnold. Je kunt het. Je idool kijkt naar je. Dat is het. Ben je het niet zat om afbeeldingen te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie? Wauw, heb je besloten ons te uploaden naar Tinder? Denk je dat iemand erin trapt? No way! Een nieuw bericht? Je wordt mee uitgevraagd, Arnie. Jouw onschuldige social media foto maakt, net als miljoenen anderen, deel uit van een database voor gezichtsherkenning op straat. In de VS staat elke tweede volwassene in de database en kan met behulp van 50 miljoen straatcamera's worden gevolgd. Daarom zal kunstmatige intelligentie je met een waarschijnlijkheid van 99% vinden, waar je ook bent. Maar zelfs kunstmatige intelligentie kan je niet helpen met je garderobe. Het is immers moeilijk kiezen tussen twee groene t-shirts. Arnold, het belangrijkste is, wees jezelf en gedraag je natuurlijk. Nou ja, niet zoveel. De database van de populaire ChatGPT-3 is te vergelijken met 285.000 boeken van elk 200 bladzijden. Als iemand 7 boeken per week leest, dan zal hij pas na 5470 jaar de laatste lezen. Kunstmatige intelligentie kan deze taak in slechts 5 jaar aan. Wat 101.143% efficiënter is dan een mens. Zenuwachtig? Ik ook. En daar is ze dan. Wauw, een echte schoonheid. Hoe is ze voor jou gevallen? Het is verdacht. Lacht ze om jouw grappen? Heel verdacht. 10 strikes op een rij? Volkomen verdacht. Arnie, je bent een vreselijke fotograaf. No way! Is ze een robot met kunstmatige intelligentie? Het lijkt erop dat ze geen liefde van je wil, maar iets anders. Rennen, Arnie! Heb je je bad verkocht? Waarom? Wat? Gaat het allemaal over de nieuwe PS5? Weet je, Arnie, ene Dr. James Hamblin heeft aangetoond dat het mogelijk is om je 5 jaar niet te wassen. Laten we een challenge doen. De oppervlakte van onze huid is de thuisbasis van een groot aantal bacteriën die het microbioom vormen. Het is bekend dat als je gedurende langere tijd geen zeep gebruikt, je microbioombalans zich op natuurlijke wijze zal stabiliseren. Maar als je je zelfs maar 3 dagen niet wast, zul je jeuk krijgen. Erge jeuk. Ga een luchtje scheppen. Het is duidelijk dat je na een paar dagen zonder douche vreselijk begint te stinken. Oké, niet zo'n slecht idee om een hoop deodorant te kopen. De wereldwijde trend om geurstoffen te gebruiken om de lichaamsgeur te maskeren ontstond in het middeleeuwse Europa. In die tijd baden mensen gemiddeld maar 2 keer in hun leven. Bij de geboorte en bij de dood. Ja, de vieze geur is weg.
Maar veelvuldig gebruik van deodorants kan allergieën en kortademigheid veroorzaken. En de aluminiumzouten die ze gebruiken kunnen zelfs leiden tot de groei van kankercellen. Zelfs in onze tijd, in onze moderne wereld, zijn er nog steeds mensen die zich zeer zelden wassen. Naast de daklozen zijn er bewoners in het hoge noorden, de Eskimo's en de Tsuktjen. Voel je je als een hoopje vuilnis, Arnold? Permanent niet wassen kan leiden tot een verlies van eigenwaarde. En de buurkinderen zouden je huis met graffiti beschilderen en je plagen voor je stank. Waar ga je naartoe, Arnold? Oh, ik hoop echt dat je niets stoms doet. Arnold, daar ben je. Dus, je hebt besloten om in te trekken bij de Tsuktji? Gefeliciteerd, je zit nu in een club die niet van douchen houdt. En je microbioom is weer in balans. Je huid is zacht en fris geworden. En je acne is helemaal verdwenen. Maar, wacht, wat is dat? Het lijkt erop dat de Tsuktji vandaag een feestdag vieren met ritueel baden. Eerst trekken ze alle kleren aan die ze hebben en proberen zoveel mogelijk te zweten. Dan schrapen ze elkaars huid schoon met bottenkrabbers. En na dit alles smeren ze zich in met zeehondenvet. Arnold, je staat nu op het punt om te baden in de beste tradities van het Hoge Noorden. En je kunt niet ver vluchten. Ze zullen je vinden door je geur. Ik denk dat jullie deze roodharige vrij goed kennen. Kom op, eet je burrito op en laten we naar de garage gaan. Ik zal je mijn nieuwe apparaat voor het laten krimpen van mensen laten zien. Oh, je hebt je burrito laten vallen. Arnold, ga je dat echt opeten? Oké, de 5-seconden-regel zegt dat je gevallen voedsel kunt eten als het niet langer dan 5 seconden op de grond blijft liggen. Maar ik zou het niet doen. Arnold, wat is er mis met je? Doet je buik pijn? Dit is de uitgelezen kans om mijn Quantum Resize te testen en uit te zoeken wat er met je aan de hand is. Zet deze helm op en ik verbind je bewustzijn met je nanokopie en zal je dan in jezelf stoppen. Maar eerst doe je onderbroek uit. Het is de snelste manier om je op je bestemming te krijgen. Daar gaan we! Je hebt een burrito gegeten die de eieren van een aantal zeer slimme lintwormen bevatte. Arnold, kijk hier eens naar. Ze hebben een hele metropool ingebouwd. Ze hebben zelfs een dierentuin gebouwd. Laten we hem bekijken. Vandaag is het maandag, dus er is 50% korting. Mijn god, dit is een dierentuin met ziekteverwekkende virussen en bacteriën. Ik bewonder je indringers. Spaanse griep, pest, ebola, tuberculose, varkens- en vogelgriep. En een heleboel andere zeldzame ziekteverwekkers op één plek. Kijk, daar is zelfs mijn favoriet. Het nog weinig bestudeerde coronavirus. Ook wel bekend als de trieste paardenziekte. Het treft vooral paarden, schapen, koeien, konijnen en andere dieren. Arnold, ik zou mijn vingers niet in de kooi stoppen als ik jou was. Men vermoedt dat de infectie schizofrenie veroorzaakt. Arnold, helaas doet je maag pijn door parasieten. Kijk, ze bouwen een snelweg in je darmen en een waterpark in je blaas. Als ze een datacenter in je hoofd bouwen, ben je nog niet jarig. Omdat je hoofd zo klein is. Je moet uitzoeken hoe je ze uit je lichaam kunt verdrijven. Hoe eerder, hoe beter. Als je alle cellen van deze Pandora-dierentuin opent, zal het je waarschijnlijk helpen de wormen te verdrijven. En dit is wat er gebeurt als je 10 keer achter elkaar op de snoesknop drukt. Je kunt de algemene evacuatie van de hele planeet missen. Kom op, Arnold. Haast je niet om je slipje helemaal in de war te krijgen. Mensen hebben een heleboel coole dingen achtergelaten. Wat ga je als eerst doen? Serieus? Echt? Een enorme burger? Hoe zit het met de coole auto's? En de mogelijkheid om in het appartement van Trump te wonen? Doe iets cools! Wauw, Arnie, je bent een echte held. Alle dieren uit de dierentuin vrijlaten, dat is verdomd nobel. Geef het een like. Maar hoe zit het met huisdieren? Er zijn 500 miljoen katten en evenveel honden op de aarde. En zodra ze vrij zijn, vallen ze ten prooi aan roofdieren.
Maar laten we het niet hebben over trieste dingen hebben. Wanneer de hele freaking planeet open is voor business. Ja, de coolste achtbaan. Het karretje accelereert tot 206 km per uur. En valt van een hoogte van 127 meter. Vroeger, Arnold, lieten ze hier niet binnen vanwege je lengte. Maar nu is het geen enkel probleem. Op de een of andere manier lijkt het niet zo leuk. Zonder mensen zal elektriciteit geleidelijk verdwijnen. Lithiumbatterijen ontladen zichzelf na 7 jaar. En zonne-energie kun je na zo'n 20 jaar wel vergeten als het laatste paneel het begeeft. En kerncentrales zullen binnen een paar decennia voor altijd stilvallen zonder menselijke hulp. Arnold, ga daar weg. Als je gewond raakt, kun je geen 112 bellen. Deze keer heb je geluk. Zoals je kunt zien, leidt het probleem met afval niet tot niets. Plastic en glas zullen pas na 700 tot meer dan 1000 jaar vergaan. Wat heb je daar? Vertel het me niet. Dat is een zelfgemaakte burrito. Heb je die voor de astronauten gemaakt? De raket is succesvol gekoppeld aan de ISS. Maak je klaar. Om de deur te openen moet je op de groene knop klikken. In 3, 2, 1... Groene knop, Arnold! Groen! Ik betwijfel of een van de astronauten je te hulp zal schieten nadat je ze zonder voedsel hebt achtergelaten. Je hebt genoeg lucht voor 8 uur. Ergens in die tijd moet je zelf naar de ISS zien te komen. Je lichaam bewegen zal niets uithalen, zelfs als je rent als Sonic. Zal je lichaam op één plek blijven. Dus hier zijn wat reële opties om in de ruimte te bewegen. De eerste optie is het gebruik van de lucht in je zuurstoftank. Lucht beweegt door de slangen met een snelheid van 50 km per seconde. Dit soort energie. In slechts 60 seconden kan je tot 3 km ver dragen. Maar dit zal je luchtvoorraad aanzienlijk verminderen. Dus laten we naar de tweede optie gaan. Burrito, je wikkelt het in folie. En folie is een uitstekende reflector. Als je een zeil maakt van de folie, dan zullen de lichtdeeltjes die erop weerkaatsen hun momentum overbrengen op de folie. En je zo versnellen door de ruimte. Hoorde je niet wat ik zei over een zeil? Rotzak! Oh, dat kunnen we ook gebruiken. Gassen verlaten het menselijk lichaam met een snelheid van 3 meter per seconde. En ze kunnen een hele ballon vullen in één dag. Je hoeft alleen maar een manier te bedenken om ze eruit te laten. Arnold, wat ben je van plan? Hoeveel burrito's heb je gegeten? Er is nog maar een klein beetje over. Rekken! En... Kleed je aan, Arnie. Want met een lichaam als het jouwe kunnen we ons hele vrouwelijke publiek verliezen. Zoek je overeenkomsten tussen jou en Schwarzenegger? Je hebt er in ieder geval één. En dat zijn jullie namen. Je zult moeten beginnen met trainen als je een lichaam als het zijne wilt hebben. En ook je gebruikelijke dieet opgeven. Of heb je misschien nog andere opties? Arnold, meen je dat nou echt? Steroïden? Ten eerste is dat illegaal. En ten tweede, en ik herhaal dit, het is illegaal. Spieren die uit eiwitverbindingen bestaan, worden opgebouwd door microscheurtjes. Die binnen een paar dagen hersteld zijn en de spier sterker en groter maken. Steroïden zijn stoffen die eenmaal in het lichaam omgezet worden in hormonen die het herstelproces verdubbelen. En tegelijk het spiervolume drastisch vergroten. Na inname van zoveel testosteron beginnen onomkeerbare processen in het lichaam. Je ziet een toename van acne, een afname van de grootte van de testikels en ongerechtvaardige agressie. Hoewel, ik weet wat de oorzaak was en waarom. Geen zorgen, Arnold. Je zult in ieder geval iets anders groots hebben. Het lijkt erop dat deze wannabe-behandeling alleen gemaakt is voor luie mensen zoals jij. In feite betekent het gebruik van steroïden dat je niet eens hoeft te sporten om aan te komen. Natuurlijk zal het gebruik van zoveel testosteron je libido verhogen. Je zult vrijwel onmiddellijk meer lichamelijke aandacht willen. Hey Arnold, kom op. Dat is gewoon te veel. Dus je besloot je foto's te uploaden naar een dating-app? Gefeliciteerd, je hebt een match. Aan haar foto's te zien hebben jullie veel gemeen.
Hoe ga jij verrassen op je eerste afspraakje? Geweldig, Arnold. Jullie twee zijn beslist voor elkaar gemaakt. Goedemorgen, Arnold. Ik zie dat je niet alleen wakker bent geworden. Wat? Ben je bang, Arnold? Ik vergat je te vertellen, testosteron beïnvloedt vrouwen op zijn eigen speciale manier. Ze krijgen gezichtshaar zoals mannen. En hun stem wordt dieper en ruwer. Maar haast je niet zo naar buiten. Het is gevaarlijk, want je hart is niet meer zo goed als vroeger. Nu kun je gemakkelijk een hartaanval krijgen. Maar het ergste is dat zelfs het helemaal opgeven van testosteron je niet van de gevolgen af zal helpen. Je wordt dik en geestelijk onstabiel. Ja, Arnold, uiteindelijk is de situatie nog erger dan toen je begon. Het lijkt wel op een slaapzaal van een universiteit, maar niet op de beste. Wauw, Arnold, het lijkt erop dat je een superster zou kunnen zijn in een nieuwe reality-serie. Hoe zijn ze in hemelsnaam aan een dossier van jullie gekomen? Whoopsie Daisy, ik denk dat ze jullie per ongeluk hier hebben gekregen. Wat willen ze van jullie? Uh-oh, dit bevalt me helemaal niet. Arnold, heb je niet kunnen slapen? Een dag zonder slaap leidt tot hoofdpijn. Je gehoor wordt gevoelig en moeilijk. En je geheugen wordt aangetast. Je moet echt slapen. Men gelooft dat een mens gemiddeld niet meer dan 5 dagen zonder slaap kan verdragen. Dan begint de echte beproeving. Optische en auditieve hallucinaties beginnen. De eerste die een wereldrecord zonder slaap vestigde was de 17-jarige Randy Gardner, die 11 dagen opbleef. Maar dit werd later overtroffen door Robert McDonald, die 19 dagen wakker bleef. Maar de vertegenwoordigers van het Guinness Book bevestigden het niet. En dit soort experimenten op jezelf uitvoeren is nogal gevaarlijk voor je gezondheid. Je bent de enige die nog over is, oude vriend Arnie. Ik moet denken aan een legende over Sovjet-wetenschappers. Ze stopten 5 mensen 15 dagen lang in een kamer met een stimulerend gas dat hen wakker hield. Arnold, je bent vrij! Ik kan me voorstellen dat je waarschijnlijk naar huis wilt gaan en een goede nachtrust wilt hebben. Maar het lijkt erop dat je nog 30 dagen zonder slaap nodig hebt om in de dichtstbijzijnde stad te komen. Nou, veel geluk, Arnold. Hey Arnie, nu eet jij als carnivoor alleen nog maar rauw vlees. Voel je hoe snel je niveau van adrenaline en agressie stijgt? Natuurlijk zal het een beetje moeilijk voor je zijn om te kauwen, want de menselijke tanden zijn niet aangepast aan het eten van rauw vlees. Beter snij het in kleine stukjes, zoals de oude Mongolen deden. In feite is het beroemdste gerecht van rauw vlees, steak tartare, naar hen genoemd. Zonder granen, groenten en fruit stopt de stroom van glucose, die brandstof is voor je lichaam. Je lever zal zijn vetvoorraden gaan verwerken om aan de energiebehoeften van je lichaam te voldoen. En je zult beginnen af te vallen, tot wel 5 kilo per week. Intussen zullen je spieren beginnen uit te drogen. Daarom is een vleesdieet zo populair onder Hollywoodberoemdheden en supermodellen. Het cholesterolgehalte in je bloed gaat omhoog. En nou ja, laten we eerlijk zijn, je loopt een verhoogd risico op hartziekte. Aminozuren vullen je darmen. Ze vermengen zich met bacteriën van je huid. En dat leidt tot een supergrimmige lichaamsgeur. Als een emmer garnalen die op een hete zomerdag buiten staat. Rauw vlees bevat een aantal gevaarlijke micro-organismen. Zoals E. coli, salmonella en listeria. En die kunnen ervoor zorgen dat je last krijgt van diarree, braken en gewoon een algemeen zwaar gevoel in je maag. Maar als je lichaam zich eindelijk aanpast aan dergelijk voedsel, zul je een golf van energie en fysieke kracht voelen. De reden hiervoor is een verhoogd testosteron en vitamine D-niveau. Zelfs Bruce Lee zelf nam bij de voorbereiding op gevechten graag een groot glas lekker vers vleessmoothie. Onze oude voorouders aten vroeger rauw vlees. Maar hun leven veranderde voorgoed toen ze uitvonden hoe ze vuur moesten gebruiken en begonnen te koken. Dat verminderde de tijd die nodig was voor de spijsvertering met 2/3. Het energiegebruik verschoof dus van de maag naar de hersenen. En dat veroorzaakte een cognitieve revolutie. Mensen begonnen veel abstracter te denken en ontwikkelden complexe talen. En als gevolg daarvan ontwikkelde zich de moderne beschaving. Dus eet, mijn beste Arnold, eet!